So the police didn't want us to film here because we don't have any permission. We are going to prison. Zeg het eens. Het is weer goed geregeld allemaal. Onze reis begint in Italië, Milaan om precies te zijn en omgeving daarnaast ook. En we zijn daar voor een music video. Het is er lekker weer, dus we gaan knallen. Ciao capo. Hey. Oké, meet Anna. Zij is een content creator, influencer uit Milaan. En we hebben haar gevraagd de rol te vertolken van de storyline van de music video. En daarin is ze op zoek naar de ware. En dat gaat dan via een dating app die haar vervolgens helemaal opzuigt om vervolgens weer geprojecteerd te worden op de date. En het brengt haar zo ook naar Italië. En daar ontmoet ze Take. En Take is my G die uit Nederland mee is komen vliegen om de mannelijke rol te vertolken van de storyline. Sexy gozer ook, hè? Ja, we zijn nu onderweg van Milaan naar Portofino. En dat is een rit van 2,5 uur. We zijn aangekomen in het mooie stadje Portofino. Het is seizoensgebonden. Dan komen de mensen uit Milaan, die komen hier hun vakantie vieren in de zomer. We mochten niet filmen hier, omdat je met zo'n joekel filmt. En Kevin was op een gegeven moment ons aan het manoeuvreren waar we heen moesten. So, Anna, you know you're a criminal, right? No, you are a criminal. Maar gelukkig hebben we nog wat mooie shots kunnen nemen in Portofino en hebben we de politie hier en daar kunnen omzeilen. Want eerlijk, 2,5 uur rijden en geen shots nemen is voor mij geen optie. Het valt me op dat het altijd een gedoe is op het moment dat je met zo'n joekel van de camera rondloopt. Dus mijn advies voor de filmmaker, als je geen permits hebt, hou de setup klein. Doe je voor als een nietsvermoedende toerist en je bent oké. We zijn nu in een daglichtstudio waar we een greenscreen scène gaan doen. Ik heb 2 lampen in mijn koffer gepropt. En superhandige statiefjes, die kun je helemaal klein maken. Die passen gewoon in je koffer. Die worden echt, ja, wat is het? 40, 50 centimeter kun je ze opklappen. Dus dat is wel echt heel chill. En die hebben we nu opgebouwd. Dus van Let Go. Heel leuk. Oh, je hebt mooi licht. Doe het als je bezig bent. Doe het alsof je aan het werk bent. Ik doe het altijd, Daniel. Ik doe niks anders. Nou, Milaan, het was me een waar genoegen. De 3 dagen dat we hier waren zijn zo snel voorbijgevlogen. We hebben maar een uurtje in de stad kunnen chillen en rondkijken. Maar ik weet in elk geval wel waar ik een keer terug wil. Nu moeten we terug naar Amsterdam. Gelijk door. Wij zijn best wel vroeg vandaag, want Angelo is er nog niet. Kevin. Is er nog niet. En wij, ik denk dat wij gewoon een uurtje lang hadden kunnen doorslapen. Maar ja. Oh ja, je moet even kijken of je het licht goed vindt. Hé, hey, is mooi man hier. Dat is wel nice. Ja, is heel nice. We zijn nu in de Wonder Experience. En we gaan hier onze 3e scène schieten. Er wordt gerollerskate vandaag. We gaan de boel een beetje mooi uitlichten. Het ziet er heel leuk uit hier. Ze zijn allemaal bezig met nieuwe settings. Ik ga beginnen met het rondje. En dan heb je dit even al gehad. En dan kun je nog even een rondje gezellig doen. Gezellig. Ja. Vooral daarachterin. De handen mogen ook. Ja, precies. Juist. In deze skatescène bevindt Anna zich dus in een skatehal waarbij ze heel snel al doorheeft dat de date toch niet helemaal haar smaak is. Dus wanneer hij naar haar toe komt gesneld, pakt ze snel haar telefoon en drukt ze op escape. We gaan nu eten. Oké, we gaan nu eten. Hoor je? We gaan eten? Is een kitchen. Maar Daniel gaat gewoon naar de McDonald's. Nee. Maar dat is een level. Laag. Mag ik dan met jou mee reden? Nu is het strak. Zo, de skatescène staat er helemaal op. Laten we snel door naar de volgende scène. Dat is in een restaurant. Daar heeft Anna weer een hele foute date. Camera is rolling. Iedereen is een roll. 3, 2, 1 en action.
En we beginnen hier met de opnames van de restaurantscène. Je ziet hoe Jamel heel snel wegdraait met het roze lampje. Die draagt eigenlijk bij aan de geloofwaardigheid van de teleportatie vanaf de app naar het restaurant. En just eat it, right? Just eat it. And with this, make it drip a little bit. En een shout-out naar Ricardo, dat is de acteur voor deze scène. Hij moet wat onsmakelijke acties uitvoeren en hij doet het hartstikke goed. We hebben echt gelachen erom. Yeah, now eat it. And you're like, okay, Anna, you look at him like, what are you doing? Look at the left, Anna. Look away from him. De beelden staan er mooi op en we gaan gelijk door naar de laatste scène. We zijn helemaal uitgeput van 3 dagen lang shooten, maar de show must go on. We zijn in een herenhuis, ergens bij Herengracht, en het weer is mooi. En het pand is helemaal leuk uitgelicht door alle grote ramen die we hier hebben. Ja, we hebben nu de boel uitgelicht en we wachten op onze actrices dat ze eindelijk haar dingetje kan doen. Dit is de laatste scène die we hoeven te doen en dan zijn we done. Dan worden we niet meer uitgemolken door die slavendrijver. You know what it is. Hi, my name is Anna. And now boss Capo. Capo. Come here and sing. No! What are you doing? No. What are you doing, actually? you know what this means. What does it mean? Soccer? No. Soccer. Even the Steve. The Beast. The movie. Steve the Sleep. Yeah. Steve the Sleep. En dan staat alles er eindelijk op. Na zo hard te hebben gestreden, al die dagen vliegen heen en weer, mogen we het dan eindelijk zeggen. Maar jongens, ik ben jullie super dankbaar. Hè? Kijk, dankjewel hè. Het was weer hartstikke gezellig. Toch runner deze dag. Iedereen bedanken, Steve the Beast. Oh nee, Steve Asleep. Jamel, die kan het wel. Je eet zelf. Daniel doet weer eens als een, je toch? Je moest hem zien, 2 dagen geleden, gisteren. Je moest hem zien. Het was Oha. Hij zal je vertellen wat het betekent. Daniel. Kevin, wil je chocola in je mond of wil je liever een banaan? Of twee? Aubergine.